10.000, 20.000 euro moet ik wel achterlaten hoor. Door het extreme weer dit voorjaar is de eerste oogst van de opperdoezenronde letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Ik heb de opperdoezenrondjes geplant en hartstikke mooie grond, fantastische mooie grond. Dan denk je, dat wordt ermee. En dan krijg je 40 mm water erop, op die verse grond. Maar als je langer dan 15, 18 uur in het water staat, nou, dan is daar een oefening en dan verrotten ze. Na de hevige regenval begin maart volgt er een stevige vorst. En in mei hebben de opperdoezenrondes te kampen met tropische temperaturen. Nou, weet je wat het is? We kregen 40 mm, wat we nooit krijgen. Nee, nee. En dus die plant is ook helemaal de weg kwijt. Echter is het weer niet Hero's enige zorg. Massaproductie brengt de opperdoezenronde volgens hem in gevaar. Massa is kassa, zeggen ze dan wel. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van het opperdoezenrondje. Want nee. Het opperdoezenrondje heeft een bobstatus. En dat is de beschermde oorsprongbenaming. En het staat ook omschreven in de bobstatus dat hij een handgerooid product is. Je hebt er altijd een hoop werk aan. Maar dat vinden we niet erg, want we zijn heel zuinig op dat opperdoezenrondje. We hebben nou zoveel extremen gehad, wat hangt ons nog boven het hoofd? Want wij zijn nu aan het rooien toe, hè? En nou hoeft het niet meer te regenen. Nee. Maar als we nu regen krijgen, en we krijgen bij wijze van spreken 60, 70 mm water, wat je in een stuk of 3-4 dagen kan krijgen, dan zijn wij de eerste 14 dagen klaar. En er kunnen geen piepen gerooid worden. We hopen maar dat het droog blijft.